Nou, dan toch nog even iets archeologisch, mocht je niet naar het gezellige en altijd idyllische en vriendelijke Iran toe willen om archeologie te bedrijven. Hier heb je het Istartor uit het Pergamon Museum in Berlijn, mocht je er ooit zijn. Dat is een enorm grote poort uit Babylon, oorspronkelijk gebouwd onder koning Nebukadnezar de II. En dan zit je zo vlak voor de regeringsperiode van Cyrus, van Kyros, in Babylon. Dus dan zit je eigenlijk ook in het een deel van het Assyrische Rijk, wat daadwerkelijk ook in het stroomgebied van de Eufraat en de Tigris ligt. En dat is wonderwel bewaard gebleven en door de Duitsers naar Berlijn toegebracht en daar weer opnieuw opgebouwd. Maar komt dus oorspronkelijk uit Babylon. En Babylon gaat straks ook nog wel een belangrijke rol spelen in de hele geschiedenis die je nog krijgt met Darius. Dus vandaar dat ik hem je hier nog laat zien als als voorbeeld van wat er uit die tijd nog nou zo allemaal nog zo over is. Hè. Die hele blauw glazuurige glans, die wordt door die foto helemaal teniet gedaan. Ook de grootte en de massaliteit van dit ding ook. Maar mocht je ooit in Berlijn zijn, in het Pergamon Museum, staat het ding en het is echt enorm. En als ik zeg enorm, dan bedoel ik enorm. In dat museum is alles overigens enorm. Maar dat even terzijde. Nou, nu even de impact van de keuze van die vrouw van Intafrenas op Darius. Die is ook enorm, want hij amuseert zich daar natuurlijk enorm mee. Eeuw, te de egedoxe toi Darius. Nou, goed scheen zij aan Darius te spreken, de vrouw. Dus aan Darius scheen de vrouw goed te spreken. Nou, goed spreken wil op zijn Grieks vaak zeggen gelijk hebben. Dus aan Darius scheen de vrouw gelijk te hebben. Dus dat vond hij wel een oké redenering. En hier krijg je Ab Heke, dat is een aoristus van Hiemi met een kappa erin. En hier Psilosis van die Phi, die dus een Phi geworden is. En normaal gesproken zou hier een Phi gestaan hebben, omdat Hiemi met een spiritus Aspar begint. Maar dat is bij Herodotus dus niet het geval. Nou, wat deed hij? Hij stuurde voor haar, Autai in dit geval, stuurde hij diegene weg. En welke stuurde ze weg? Ton par Aeteto, degene die zij gevraagd had. Maar nog iemand, en dan krijgen we Presbutaton. Taton is een superlativus, is vaak met kenmerk tot. En bij onregelmatige is het kenmerk ist, kakistos bijvoorbeeld, het slechtste. En van de kinderen de oudste. En dan weer een participium, hestijs, oudhij, van hedomai. Ja, natuurlijk komt hestijs van hedomai. Je zou het niet zeggen, er is nog maar één letter hetzelfde. Maar dat maakt voor de Griek niet uit, hij snapt het wel. Nadat hij zich verheugd had met haar, en nadat hij zich daarover geamuseerd had met haar, dus zij krijgt haar broer en het oudste kind, Allah, hè, jij je zin, ik vind je zo leuk, de oudste kind ook, maakt niet uit, en de rest gaat allemaal die köpfe ab. Dus, tus alus ab ectine pantas, maar alle anderen doodde hij. Dat is toch een typisch geval van Perzische humor. Dat is niet zoiets als Duitse humor, maar goed. Ik begin me te veel te amuseren. Net zoals Darius, maar die amuseerde zich ook met haar. Nou, en ik amuseer me niet met haar, ik amuseer me met Darius. Nou, dat even terzijde. Toen men de hepta heis. Nou, je krijgt een aantal telwoorden bij elkaar. Hepta is 7 en heis is 1. En
hebt daar, kan niet verbogen worden. Dat is een telwoorden, behalve 1, 2 en 3, die worden niet verbogen. Dus ook om dat toon voor te staan, 1 van de 7. Op olole. Dat is dus nog eens een keer een perfectum. Hij kwam. Autica meteen. Tropoi toi eiremenoi op de genoemde manier meteen om. En dan zit je aan het einde van deze Intafrenes passage, waarin ik je ook even iets over de regering van Darius heb proberen bij te brengen. En iets, al is het maar iets bazaals, over wat Assyrische invloeden in de Perzische architectuur en kunst. En dan moet het dit voorlopig even zijn qua Darius. Maar wie weet komt dat binnenkort wel weer eens een keer iets anders over de goede man.